Vooral in de havens en hier in de rivier zit volop vis. Allemaal, dus allemaal vis te vangen. Maar ik ben wel redelijk tevreden, moet ik eigenlijk zeggen, over de stand van het water. Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water. En vandaag kijken we hoe van vuil rioolwater schoon oppervlaktewater wordt gemaakt. En hoe zelfs dit vieze goedje gebruikt kan worden om wateroverlast tegen te gaan. We zijn nu op zuivering Kralingse Veer. Dit is een rioolwaterzuivering, de grootste zuiveringsinstallatie van het Hooggemeenschap Schieland en Krimpen en Waard. Dat is één van onze 9 installaties. En die 9 installaties samen, die zuiveren het water van 600.000 mensen. En dat is bij elkaar 147 miljoen liter water dagelijks. Het vieze water wat in het riool komt, komt hier binnen. En dat maken we schoon tot de kwaliteit van oppervlaktewater. Op deze plek wordt het geloosd op de Maas. En het doel daarvan is eigenlijk dat we schoon water hebben in onze sloten en in onze rivieren. Dat het gewoon een schone omgeving is. Nou is de uitlaat inderdaad van de waterzuivering. Het water is prima. Ik moet zeggen, ik vis hier al vele jaren en dat het in de loop der jaren eigenlijk schoner geworden is, zonder meer. Er zitten ook dikwijls mensen op de uitlaat zelf te vissen. Dus er schijnt ook vis op af te komen op die stroming. Ook watervogels zie je dan wel eens in happen in de winter. Maar voor de rest is het eigenlijk goed. Moet het rioolwater toch ergens kwijt, denk ik. Ik zeg, ik hoop toch nog een vis van. We zijn nu in het ontvangstwerk. Hier komt het rioolwater binnen op de zuivering. En dan worden de eerste grove delen eruit gezuiverd. Dat is de eerste zuiveringsstap. En waarna het water weer verder kan. Eigenlijk is het 80% vochtige schoonmaakdoekjes, zoals babydoekjes en andere schoonmaakdoekjes. Ik denk dat mensen niet weten dat dat niet door in het riool thuis hoort. En dat mensen daardoor wel door de wc spoelen. Maar eigenlijk is het niet de bedoeling. De doekjes die geven heel veel kans op verstoppingen. De pompen die ook voor deze zuivering in het stelsel zitten om het water te verpompen, die kunnen makkelijk verstopt raken en er komen soms zulke schapen met doekjes uit. We vinden van alles. Alles wat iemand eventueel een keertje door het riool heeft gespoeld, zoals, je kan het zo gek niet bedenken. Stukken stof, stukken kleren, een keer een mobiele telefoon, misschien een injectienaald, tot de kerstboom aan toe. Er komen hele gekke dingen binnen. Ja, eigenlijk zien we liever alleen maar poep, plas, wc-papier, afwaswater en douchewater of water van de wasmachine. Maar daar moet het eigenlijk bij blijven. Nou, op dit moment wordt het spul afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie en daar wordt het verbrand. En we zijn nu aan het kijken of we dat met een experiment of we dat wel nuttig kunnen gebruiken. Want het is zo'n beetje zonde om het naar een verbrandingsinstallatie te brengen als het ook op een andere manier gebruikt kan worden. Dit is Blue City in het voormalig zwemparadijs Tropicana in Rotterdam. Een verzamelplaats voor bedrijven die zich bezighouden met de circulaire economie. Jelle Scharf en Bas van der Leden zijn hier een bedrijfje gestart met als doel de vezeldoekjes uit de rioolwaterzuivering te gaan hergebruiken op groene daken. We zijn hier in Blue City en we hebben hier ooit meegedaan aan de Blue City Circular Challenge. Dat hebben we samen met het Hoogheemraadschap toen gedaan, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpen en Waard. En zij hebben eigenlijk gezegd, bedenk hier iets mee. Vind een oplossing voor dit materiaal. Waar we dan in eerste instantie naar hebben gekeken, wat zijn nou die unieke eigenschappen? En dat vinden heel veel mensen hele negatieve eigenschappen. Het stinkt of het neemt heel veel vocht op, dus het is heel duur om te verbranden op dit moment. En wat wij zeiden, dat zijn hele mooie eigenschappen. Dat vocht, daar gaat een plant goed op. Die meststoffen, want dat is eigenlijk die stank die we ruiken. Dat zijn meststoffen en daar is een plant heel blij mee. Dus zo hebben we eigenlijk dit concept bedacht. Nou, eigenlijk beginnen we op de waterzuivering met een vermaalslag. Waarin we het materiaal shredderen. Dus
tot kleine flakes maken. Als die kleine flakes er zijn, dan doen we een reinigingsslag, dat de grootste bacteriën doodslijn, waarna we drogen. Ja, momenteel zitten we in een testfase waarin we gaan kijken van welke productietechnieken zijn in de toekomst interessant om toe te gaan passen op grotere schaal. Wat we hier zien is echt een testmodule en dat is eigenlijk gewoon een mini-dak. Dus precies wat we in de toekomst het dak willen gaan vormen. Alleen dan hebben we een aantal sensoren toegevoegd waarmee we eigenlijk kunnen zien wat gebeurt er nou op het dak, hoe lang duurt het voor water afvloeit en heeft de plant in alle tijden genoeg water? Momenteel testen we met lavakorrels, dus eigenlijk wat momenteel gebruikt wordt op de groene daken. Dit is totaal niet duurzaam omdat het gemijnd wordt in de Eifel. In de toekomst zal dit roostergoed moeten worden. Wat er eigenlijk gewoon een beetje uitziet als een soort van steenwolachtig materiaal. Nou, een grote rol van de groene daken is dat ze echt water bergen. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat we zware regenval hebben, dat eerste beetje water wat er komt, wordt opgenomen door het dak, zodat de riolen minder worden belast. Wat het interessant maakt voor de waterschap is eigenlijk dat wij bijdragen aan hun wateropvangprobleem. Ons substraat vangt 3 keer zoveel water op als het huidige substraat van lava. Hergebruik van de doekjes uit de rioolwaterzuivering ziet er dus veelbelovend uit. Op Kralingse Veer gebeurt nog meer op het gebied van duurzaamheid. Zo draait de zuivering op zelfopgewekte groene of, zo u wilt, bruine stroom. Vorig jaar is dat ons voor 94% gelukt en dat gaat steeds beter. We doen dat door middel van het vergisten van de afvalstoffen die we uit het water halen en de bacteriën in het water. En daar maken we gas van. En het gas verbranden we in een verbrandingsmotor, waardoor er elektriciteit van wordt gemaakt. En de warmte die daarbij vrijkomt, die hergebruiken we ook. Daarnaast gaan we kijken of we in de toekomst zonnecellen kunnen plaatsen. En daarnaast hebben we ook nog een windmolen staan. Maar die energie gebruiken we zelf niet. En uiteindelijk zal dit gewoon een energiefabriek worden. Hello. Kijk eens. Wat is dat meneer? Dit is een brasem. Een mooie gezonde brasem. Ja. Ja, die doet het goed in het schone water. Die doen het prima. En wat gaat u er nou mee doen? Ik gooi hem weer terug.